Welkom op de afdeling infectiepreventie van het ETZ. In het ziekenhuis lopen gemiddeld 5-10% van de patiënten een ziekenhuisinfectie op. Op de IC is het percentage zelfs 30-50%. De taak van de afdeling infectiepreventie is bijdragen aan het verminderen van het risico op het ontstaan van een ziekenhuisinfectie. Dit doen we door beleid te maken, implementeren en toetsen. De maatregelen, zoals in het beleid beschreven, zorgen ervoor dat micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels, zich niet verspreiden. Als afdeling adviseren we alle zorgprofessionals in het ziekenhuis over de te nemen infectiepreventiemaatregelen. Op basis van nationale en internationale richtlijnen ontwikkelen we de richtlijnen voor het ETZ. Ook het implementeren en evalueren van dit beleid is een taak van de deskundige infectiepreventie. Om de naleving van het infectiepreventiebeleid binnen het ETZ te toetsen, voeren we audits uit. Tijdens audits toetsen we de naleving van protocollen en voeren kwaliteitscontroles uit, zoals bijvoorbeeld het afnemen van monsters en kweken. De bevindingen voorkomend uit de audits bieden input om het huidige beleid op een afdeling of polykliniek te evalueren en indien nodig bij te stellen. Om bij alle medewerkers van het ETZ de kennis op het gebied van infectiepreventie te vergroten, verzorgen wij scholingen. Zijn er e-learning modules en zijn er scholingstools ontwikkeld. Om meer oren en ogen op de verschillende afdelingen te hebben, worden we ondersteund door de SIPPERS, contactpersonen infectiepreventie. Iedere klinische afdeling en polykliniek heeft een SIPPER. Zij zijn een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk en hebben intensief contact met de deskundige infectiepreventie. Iedere zorgprofessional speelt een belangrijke rol in het voorkomen van transmissie van micro-organismen. We verwachten dan ook van jullie dat de algemene voorzorgsmaatregelen consequent worden gevolgd. Dit zijn: 1. Voer handhygiëne uit volgens het beleid en leer de 5 momenten van handhygiëne. 2. Reiniging en desinfectie van verpleegkundige hulpmiddelen. 3. Houd je aan het beleid van persoonlijke hygiëne en dienstkleding. En 4. Het uitvoeren van isolatiemaatregelen met daarbij het dragen van de bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Tot slot hebben we nog 3 tips voor het vinden van het infectiepreventiebeleid. 1. Raadpleeg het infectiepreventiebeleid op Senja. 2. Raadpleeg het infectieziektenoverzicht op intranet. En 3. Volg de ELO-module, Algemene Voorzorgen Infectiepreventie. Heb je nog vragen? Op kantoortijden zijn we telefonisch bereikbaar voor ad hoc vragen op het gebied van infectiepreventie. En buiten kantoortijden neemt de dienstdoende arts-microbioloog deze taak over en is bereikbaar via de telefooncentrale van het ETZ. Ook zijn we te bereiken via mail.